Ja, Roy Dijk, vanmorgen zat ik te kijken naar de baan en ik zie jou een bocht nemen. En wat gebeurde er toen? Dat was niet een alledaagse blik die wij daar zagen. Nee, ik nam de bocht ruim, zeg maar. Toen kwam ik bij die bakken terecht. Nou, en ja. Toen werd ik zelf gelanceerd. Nou, ja. Toen kwam ik onder de kar terecht. Ja, dat zag er even ernstig uit, hè? Want je bleef, ja, die kart die lag bovenop je. En we zagen twee benen zagen we uitsteken van onder die kart. En er zat eigenlijk weinig beweging in. Ja, ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Nee, je denkt rustig blijven liggen? Ja, ik kwam vast van iemand aan. Ja, en toen kwamen de mensen, die hebben je overeind geholpen. En hoe voelde je je toen? Oh, wel goed. Ik heb voor de rest niks. Maar een paar schaven onder me. Ja, het ziet er behoorlijk geschaafd uit. Je bent nog even door de arts onderzocht? Ja. En wat zei die? Oh, dat het allemaal wel goed was. En toen ging je tijdrijden? Ja. En toen kreeg je vleugels? Ja. Want toen reed je plotsklaps de snelste tijd een beetje zo aan het eind van de kwalificatie, hè? Ja. En was dat een beetje volgens de verwachtingen? Nee, helemaal Want, niet. Wat dacht je? Je dacht niet van, ik zal eens even de mensen laten zien dat ik toch goed kan rijden? Nou, zaterdag hadden we ook een probleem met de kaart. De kaart was frame is doorgebogen. Dus we hadden echt niet verwacht dat het kon. Dus nou sta je in de pole position, hè, zoals dat zo mooi klinkt. Ja. Ja. En wat zijn je verwachtingen voor vanmiddag? Oh, geen pech, denk ik, hoop ik. Gas geven en als eerste over de finish? Hoop ik wel. Oké, succes. Oké, bedankt.